De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Alison Frank, heeft haar nieuwbakken collega's en ervaren advocaten opgeroepen verplichtingen die rusten op het advocaat zijn heel serieus te nemen. Ze sprak gisteren tijdens de beëdiging van de 5 advocaten Dorini Pinas, Simison Shen en Ferman Becham op het Hof van Justitie. De deken heeft de advocaten gevraagd zich vooral te houden aan afspraken gemaakt met cliënten en die afspraken altijd vast te leggen. Verplichtingen qua gedrag, vakbekwaamheid, bereikbaarheid, inzet, stiptheid. Sommige van deze zijn meetbare maatstaven, met meetmomenten, tijdstippen waarop bijvoorbeeld verplicht documentatie afgeleverd moet worden of de aanwezigheid in persoon vereist is. Maar er zijn ook minder af te bakenen verplichtingen zoals integriteit, medeleven, flexibiliteit, analytisch vermogen en een zorgzame houding in de richting van rechtszoekende aan weerszijden van een geschil. Of de verplichting tot een bijdrage aan de kennisontwikkeling of aan verschillende maatschappelijke discussie en geschilpunten. Daarnaast bewegen wij ons voort in een keten van menselijk handelen vanuit medewerkers van de Griffie, het parket, andere advocatenkantoren, klerken, deurwaarders, griffiers en andere advocaten. Een omgeving die voor ons gesneden koek is, maar voor de rest van de samenleving totaal vreemd. Frank heeft collega's opgeroepen zich altijd integer op te stellen en ervoor te zorgen dat ze zich niet schuldig maken aan de schending van hun beroepsintegriteit. Integriteit is misschien niet in directe cijfers uit te drukken, maar de schending daarvan is terug te vinden in de tuchtrechtspraak en helaas ook in de civiele rechtspraak, die zich ontwikkeld heeft in recente jaren voor de beroepsgroep van de advocaat, zowel in Suriname als in andere landen. Plan de tijd daarvoor in om diepgaand ermee bezig te zijn en de waarschuwing erin te herkennen. Frank benadrukt dat partijdigheid geen plaats heeft in waarheidsvinding en de collega's hiermee altijd rekening moeten houden. Ze heeft de nieuwbakken advocaten opgeroepen om vooral stippelijk te zijn en te blijven in hun werk.